dit is nog veel gekker dan lange baan schaatsen. Echt gewoon gekkenhuis bij het short track. Ja, zeker. Een medaille gepakt op de relay. Dus super mooi. Ja, Jorien, het gaat al een hele tijd goed met jou en de aflossingsteam bij de vrouwen. Maar nu dan dit succes. Het is in geen 10 jaar voorgekomen. Eigenlijk bijna nooit voorgekomen. Nou ja, in principe hebben we natuurlijk vorig jaar ook super goed gereden. Ook al op de Spelen. En ja, we hebben nu gewoon voortgebouwd op dat resultaat. En ja, daar komt een bronzen medaille. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, bij de Spelen was het net niet, hè? Nee, net niet. Een vierde plek, maar toch super goed. Ja, zijn jullie beter dan vorig jaar? Nee, ik denk niet dat we beter zijn, maar ik denk dat we meer, ja, we nemen toch meer kennis mee en meer ervaring. En dat scheelt al heel veel. Ben jij beter dan vorig jaar? Ja, zeker. Jij wel? Ja. Waarom ben jij beter? Vooral individueel. Ik merk dat ik daar conditioneel heel erg gegroeid ben, maar technisch ook echt heel erg veel vooruit ben gegaan. En dat geeft gewoon veel meer snelheid mee en dat zie je gewoon terug in de races. Ja, je werd 10e op de 500, hè? Ja, nee, 7 op de 500. 7 op de 500? 10 op de 1500. Oké, maar dat zijn natuurlijk fantastisch. In een wereld, in een wereldtop. Ja, zeker. Dat is supergoed. En ik merk gewoon dat ik nog kan groeien. Dus het kan nog een stapje hoger. Ja, we hebben het eerlijk gezegd in Overijssel vaak over Jorien Voorhuis. Maar het mag toch ook wel Jorien Termors worden gewoon, hè? Ja, van mij wel. Ja, als je 7 en 10e wordt en 3e met de ploeg. Ja, zeker. En vorige World Cup ook 4 en 5 op de 1500. Dus daar ben ik wel heel tevreden.